Goedemorgen, dames en heren. Welkom allemaal weer bij een aflevering van de Antonie van Leeuwenhoek lezingen, verzorgd door Studium Generale van de TU Delft. Fijn om 100 plus mensen weer in de zaal te zien, ondanks het wat natte weer. Dan worden wij als organisatie altijd een klein beetje zenuwachtig, maar dat is in Delft eigenlijk helemaal niet nodig. De meeste mensen trekken zich gelukkig weinig aan van hemelswater. We hebben vandaag een bijzondere lezing. Hij is bijzonder, want hij gaat over een hele beroemde Delftenaar. Althans, het bouwt daarop voort. En hij is ook bijzonder, want we hebben een duo-presentatie. Twee collega's, professoren in het vakgebied rond imaging en het kijken naar kleine dingen, maar dan kijken op hun manier. Sjoerd Stanga en Bernd Rieger, beide verbonden aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Die zullen u meenemen in de wondere wereld van en na Antonie van Leeuwenhoek. Waarom Antonie van Leeuwenhoek? Nou, behalve dat hij belangrijk werk heeft gedaan, Delftenaar is. We herdenken dit jaar dat het 300 jaar geleden is dat hij overleden is. Precies te zijn, dat moet nog komen, die overlijdingsdag, 26 augustus 1723. Overleden te Delft, ook geboren te Delft, ietsje eerder, 24 oktober 1632. De man is echt heel erg oud geworden, ik hoop dat ik dat haal. Want dat tel maar, hè, dat is een end in de 90. Het is een bijzondere figuur, handelsman, landmeter, glasblazer, microbioloog en wijnroeier. Nu weet ik niet wat uw associatie is met wijnroeier, maar misschien schudt u het eerste te binnen dat dat betekent dat de schier gevuld was met wijn en dan roeibootjes. Dat is het niet. Een wijnroeier is een specialist die met een speciale wijnpeilstok, met een bijzondere schaalverdeling, dat heet de wijnroede, denk ik ook weer aan iets anders, maar dat is dus een schaalverdeling op pijlstok. De hoeveelheid wijn of andere vloeistof en droge waar in een wijnvat kon meten. Dat deed ertoe, want je moest de prijs zien te bepalen van wat het waard was. En er is niks nieuws onder de zon. Toen waren er vast ook wijnhandelaren die dat een beetje afvulden met iets anders. Doe er wat vast materiaal in en dan weegt die. Of doe er wat minder in en als iemand hem dan niet weegt, dan verkoop je een vol vat wat maar half vol is. Enfin, dus daar heeft deze meneer zich ook mee bezig gehouden. En ik kan mij zomaar voorstellen dat dat in die periode, tijd van de VOC mensen, een belangrijke taak was. Maar goed, nu sta ik een lezing te geven en daar ben ik eigenlijk helemaal niet voor ingehuurd. Dus ik wil onmiddellijk plaatsmaken en mijn beide collega's, Bernd Rieger en Sjoerd Stanga, vragen om naar voren te komen en hun verhaal te vertellen. Goedemorgen allemaal en welkom dat jullie zijn gekomen naar onze lezing. Het plaatje wat u hier ziet, vraagt u zich misschien af. Dat is niet de schilderij van Jackson Pollock. Dat is een werk wat uit ons lab voortkomt. Die kleine draadjes die u ziet, dat zijn kleine strenge DNA. Die kunnen wij afbeelden. En specifiek is dit een techniek waarin we de richting van individuele moleculen, hoe die precies georiënteerd liggen, hebben kunnen afbeelden. Nou, dat is een illustratie van het soort werk wat wij nu doen. En in de komende 45 minuten willen wij eigenlijk vertellen over Antonie van Leeuwenhoek, wat nou eigenlijk zijn bijdrage was en ook wat voor impact hij heeft gehad. Hè? Dus wat zijn de drie eeuwen daarna, wat is er daarna gebeurd op het gebied van microscopie. En en passant willen we ook kort wat vertellen, met een paar anekdotes, over hoe het nu eigenlijk is om anno nu wetenschap te bedrijven. Maar om te beginnen wil ik eigenlijk aan Bernd vragen om iets uit te leggen over wat het nu eigenlijk is, microscopie. Hier in het midden ziet u het microscoop van Antonie van Leeuwenhoek. Het ziet er zo uit. Het is ongeveer even groot als uw duim. Je ziet hem hier. En als je hem wil gaan gebruiken, is dat ontzettend lastig. Je moet dat ding helemaal netjes voor je oog houden. En hier in het midden, dat zwarte stipje, dat is de objectieflens, een heel klein stukje glas. En Antonie van Leeuwenhoek was de beste lenzenslijper van zijn tijd. Hier op dat pinnetje, daar ging hij het sample opzetten. En daar ging hij dan doorheen kijken. Nou, dat was vrij ingewikkeld en hij maakte voor ieder voorwerp maakte die een ander microscoopje. En dus als je één keer het sample hierop hebt gezet, nou, dan was het klaar en dan ging hij weer een nieuwe maken. Dat is een heel mooi ding, maar ontzettend lastig te gebruiken. Maar met deze uitvinding die hij heeft gedaan, zijn heel veel andere dingen ontdekt. Daar komen we later op terug.
Tegenwoordig gebruiken we een microscoop, dat ziet er wel anders uit. Of misschien heeft u op school een gebruikt. Dat ziet er echt, is veel makkelijker te gebruiken. Dus op tijdgenoten Robert Hooke en Galileo Galilei, die hadden een ander idee hoe je het ook kan doen. Maar dit was wel het beste te die tijd. Dus vandaar hebben we wat over het stukje microscoop. Nou, dat is mooi. Laten we hier weer terugkijken. Als u nog even wil kijken waar die meneer woonde toen. Nou, hier ziet u de oude kerk. Hier zie je zijn embleem op het huisje. Als je hier die straat ingaat, dan heb je hier heb je een ijszaak. Dus kun je even een ijsje halen in de zomer. Dan kan je hier weer naar kijken naar zijn, waar hij woonde. Tegenwoordig gebruiken we echt nog wel dezelfde ideeën zoals van Interview van Leeuw die gebruikte. We gebruiken nog steeds objectieflenzen. Dan ziet u er hier een. Maar als je in zo'n lens kijkt, dan zit er niet meer één stukje glas in, maar heel veel verschillende stukje glas. Dat zorgt ervoor dat je een mooi plaatje krijgt zonder verstoringen of een heel goed grote veld wat je gaat bekijken. Nou, iets anders wat we ook gaan gebruiken, tegenwoordig zijn camera's. Dit is een CCD-camera of een SCMOS-camera. Dat is precies hetzelfde als in de camera's van jullie telefoons. Alleen zijn die veel duurder. Wat maakt nou dat die zo duur zijn, deze camera's? Hier moet je denken toch aan een klein autootje qua prijs. En die hebben maar 1 megapixel. Dat is echt heel weinig ten opzichte van de... Maar die zijn ontzettend gevoelig. Dus je kan heel kleine hoeveelheden licht kan je hiermee detecteren. Daarom zijn die zo prijzig. Wat we ook gaan gebruiken zijn fluorophoren. Dat ziet u hier. Dat zijn kleine moleculen die kunnen licht absorberen van een golflengte. En met een andere kleur kunnen die weer terug emitteren. Dat heeft het enorme voordeel dat je een heel hoog contrast hebt tussen wat je wil bekijken en wat je niet wil bekijken. En dat je alleen dat ziet. Dat is duidelijk te zien. Hier zie je een stukje groen, een beetje blauw. Dus dit is bijvoorbeeld een cel waar dat blauwe de celkern is. En hier zie je iets, dat is een soort van het skelet van de cel. Maar wat gebruiken we eigenlijk het meest voor onze wetenschap tegenwoordig? Dat is dit ding, dat is de computer. Nou, computers die bepalen volledig onze hedendaagse leven. Dus misschien is dat niet voor iedereen zo op de netvlies, maar ook als je denkt, in Nederland, het bedrijf wat is het meeste waard op de beurs, het ASML. Van, als je naar de wereldschaal kijkt, 4 van de 5 hoogst gewaardeerde bedrijven doen iets in computers of in algoritmes. Behalve dus Saudi Aramco, de grootste staatsbedrijf in Saudi-Arabië voor olie. Al die anderen doen iets met computers of algoritmes. Nou, zo ziet dat hier ook uit. Dus hier is een foto bijvoorbeeld van de Delft supercomputer, waar we gebruik van maken. Dit, je ziet een stukje computer, de eerste computer die echt gebruikt is. Die werd toen Manchester Baby genoemd. Maar ook rekenen op grafische kaarten zoals die hier zijn. Dus misschien de kinderen van u, die spelen heel veel computerspelletjes. Nou worden grafische kaarten zijn daarvoor nodig. Die hebben wij ook heel veel van, maar we gebruiken die toch om te rekenen. Dan kan je namelijk als kleine supercomputer gebruiken. Dat is heel handig. Dus we gebruiken een stukje rekenen en een stukje imaging. Dat komt door die lenzen. Dus daarom heet dat vak wat wij doen, heet dat computational imaging. Omdat je die computer ook echt nodig hebt hiervoor. Nou, Sjoerd, nu mag jij weer. Nou, u kent het idee van computational imaging, kent u allemaal zelf. U bent voor uzelf of voor iemand uit uw gezin vast wel eens een keer in het ziekenhuis geweest. Dat een dokter moest kijken naar hoe het nou in uw lijf in elkaar stak. En wat u bijvoorbeeld ziet, dus een bed waarmee CT-beelden gemaakt kunnen worden. Computer tomography. Dat maakt gebruik van röntgenstralen waarmee tweedimensionale projecties van verschillende richtingen gemaakt worden. En een computer die is dan essentieel om van die tweedimensionale projecties om daar een 3D-volume van te maken. Nou, een andere variant die u ook allemaal kent, dat ziet u rechts, dat is de MRI, Magnetic Resonance Imaging heet dat.
En dat maakt gebruik van het manipuleren van de kern van waterstofatomen. U bestaat voor 70% uit water, dus ook heel veel waterstofatomen. En de kern van een waterstofatoom, dat zijn kleine magnetische tolletjes die je met magnetische velden heen en weer kunt flippen. En dat kun je ook dus gebruiken om uiteindelijk een 3D-beeld van de binnenkant van een mens te maken. En ook daar is het gebruik van die computer is echt onontbeerlijk. Dus dit is iets waar wij op voortbouwen. Nou ja, hier zie je wat een oudere film van de fernsee, van de televisie. Maar wat is hier essentieel? Dus toen die televisieserie is bedacht, wist niemand hoe sterk eigenlijk computer gaan worden in de toekomst. Hè? Want dat is science fiction van die tijd. Dus hier zie je Mr. Spock, dat is de science officer op de Enterprise. En die kijkt dus ergens in. En dat is de manier hoe die data vergaat wat de computer bedacht heeft. Dus zo werd toen gedacht dat je data gaat bekijken of informatie die de computer is bedacht. Dus het is volledig verkeerd ingeschat hoe sterk eigenlijk computers zijn. Nou, uiteraard heel veel andere dingen is door Gene Roddenberry wel goed bedacht, maar dit niet. Even verder kijken. Zo doen we het tegenwoordig. Dus de computer kan je kan in 3D-plaatjes renderen. Je kan ze heel groot laten zien in verschillende stapjes. Je kan met een virtuele bril helemaal induiken in de data en zo driedimensionaal plus tijd echt ervaren. Dus de interactie met die data is echt heel anders dan toen mensen dat vroeger bedacht hebben. We hebben nog een plaatje hier rechtsboven toegevoegd. Dat is een stukje coronavirus, opgenomen met een elektronenmicroscoop. Waar die rode, echt is het uiteraard, de kleuren zijn vals. Dat is niet een echt, is niet gekleurd. Maar dan zie je dus die verschillende dokpunten erop. Nou, live long and prosper, Bernd. Maar de vraag is eigenlijk, hoe zijn we hier nou gekomen? En hoe heeft dit nu eigenlijk, wat heeft dit nu met Van Leeuwenhoek van doen? En daar willen we eigenlijk Anthony zelf over laten vertellen. Oh, now it is time for something interesting. Me. Who better to tell about my accomplishments than me? Because I was there, live in the flesh. I was a successful draper and an important man in the booming town of Delft. The painter, Johannes Vermeer, lived in Delft during the same time, and I was the executor of his last will. In my free time, I started to build microscopes. Working all by myself, I, Anthony van Leeuwenhoek, made the best lenses on both sides of the North Sea, magnifying the world 250 times. I simply pinned the sample to the microscope and discovered one wonder after another. Bacteria, red blood cells, sperm cells, the hatching of lice eggs, which put an end to the popular belief in the spontaneous generation of these little animals. My microscope sparked discoveries in biology and medicine, also by others like Jan Swammerdam and Reinier de Graaf. Nowadays, Professors Stalinger and Rieger would claim an exceptional valorization success if they could have but a tenth of my impact. As a tradesman, I knew, of course, how to keep a trade secret. To this day, nobody but me knows how I did it. I took the secret to my grave. After my death, in 1723, what new worlds did microscopy open? Nou, die nieuwe werelden die door Van Leeuwenhoek zijn opengelegd, nou, dat waren er nogal wat. En in het volgende stukje willen we eigenlijk zeg maar de 300 jaar sinds Van Leeuwenhoek in vogelvlucht willen we met u behandelen. En de plaatjes die u ziet zijn een belangrijk voorbeeld van hoe heden ten dagen microscopie gebruikt wordt in directe medische toepassingen. Bijvoorbeeld het plaatje wat u ziet in het midden. Dat is een plaatje van een weefselkoepen, van een of ander orgaan, ik zou niet weten welk stukje. Maar dit wordt door pathologen wereldwijd gebruikt om ziektes te diagnosticeren. Dus als iemand een tumor heeft en er wordt een biopt gedaan, dan wordt het in plakjes gesneden. Een patholoog kijkt ernaar en die zegt, dit is tumor X of Y en dit is in fase 3, 4 of 5.
Dus aan de hand daarvan wordt ook de behandeling van tumorpatiënten wordt heden ten dagen wordt hierdoor bepaald. Nou, ook om nog kleiner te kijken, wordt bijvoorbeeld een elektronenmicroscoop gebruikt. En het plaatje wat u rechts ziet, ik denk dat u het misschien wel herkent. Hè, kleine rondjes met van die uitsteekseltjes. Dit is het coronavirus, waar we de afgelopen jaren met z'n allen zoveel last van hebben gehad. Hè, wat zo'n impact heeft gehad. Ja, om die dingen zichtbaar te maken, heb je een microscoop nodig. En een heel sterk een elektronenmicroscoop. Nou, het plaatje links, dat is een stukje van het netvlies. Dus ook met apparaten die lijken op microscopen, kunnen we ook zeg, naar het netvlies kijken door het oog heen. En ook dat wordt in medische toepassing heel veel gebruikt. Nou, een andere toepassing die ook voortbouwt op het werk van Leeuwenhoek is de microbiologie en de biotechnologie. En het belangrijkste kleine organisme wat erin gebruikt wordt, dat is gist, de gistcel. Nou, dat kennen we allemaal van het bakken van brood en het brouwen van bier. Maar tegenwoordig wordt dat op industriële schaal toegepast om bijvoorbeeld insuline te fabriceren. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, waar u misschien ook wel bekend mee bent of van gehoord hebt, is penicilline, de ontdekking van penicilline. Wat door schimmel in een petrischaaltje ontdekt werd door Alexander Fleming. En waar nu ook een hele tak van wetenschap en technologie op gebaseerd is. Nou, wat kan je nou laten zien althans in zo'n cel? Als je nu naar biologisch weefsel, naar cellen gaat, is het vaak heel lastig om die dingen die je wil gaan bekijken te scheiden van die je niet wil gaan bekijken. Een grote stap voorwaarts werd er gemaakt door deze kwal, die je links ziet. Die is namelijk fluorescent. En dat is die van nature uit. Dus die zwemt gewoon in de zee. En die geeft groen licht af. Nou, dat komt doordat er een proteïne in zit wat licht absorbeert en dan uiteindelijk op groene golflengte weer uitzendt. Nou, dat hebben mensen kunnen achterhalen uit het DNA van die jellyfish welk proteïne verantwoordelijk is voor dit stukje gedrag. Dat hebben ze uit het DNA van de jellyfish geknipt en kan je nu plakken in alle andere organismen die we willen. Bijvoorbeeld in ratten, in muizen, in vliegjes. Het kan voor alles toegepast worden. Dat betekent, we kunnen dit gewoon dusdanig genetisch manipuleren dat we dit kunnen bekijken wat we willen. Nou, hier aan de rechterkant zie je bijvoorbeeld de neuronen, dat zijn hersencellen. Die zijn in verschillende kleuren nu gelabeld. Uiteindelijk kon je dit niet alleen die trucje niet, als toen u begreep hoe dat werkte, niet alleen in voor groene kleur toepassen, maar ook voor geel, oranje, blauw, rood en zo verder. Dus daar kon je behoorlijk wat mee. Misschien kent u dat stukje CRISPR-Cas wat hierbij hoort. We hebben van gehoord. Dat is een techniek, daar kan je nu dat editen van die DNA op een veel makkelijker manier doen. Dat betekent, het gaat gewoon sneller dan wat we eerst hebben gedaan. Het is ook wel leuk om misschien nu een klein intermezzo iets te vertellen over hoe wetenschap gaat. En wie zijn nou eigenlijk die mensen die deze aanbrekende ontdekkingen en uitvindingen gedaan hebben? En hier ziet u zeg maar de vier mensen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van die fluorescente eiwitten. Daar is een Nobelprijs voor uitgereikt in scheikunde 2008. En meneer Shimomura, dat was een zeebioloog die dus die kwallen heeft ontdekt en beschreven. En die eerst snapte dat het iets heel bijzonders was. Nou, ergens rond 1990 was meneer Prescher, die slaagde erin om de genetische code van het eiwit te isoleren en vast te stellen. Meneer Chalfie, en dat is het plaatje in het midden, die slaagde erin om dat eiwit tot uitdrukking te brengen in E. coli bacteriën. Dat is fruitvlieg voor moderne microbiologen, zeg maar. En uiteindelijk meneer Chen, die slaagde erin om al die varianten met die verschillende kleuren te maken. En hij is beroemd geworden met het Petri-schaaltje rechtsonder, waarin met verschillende bacteriekoloniën een heel schilderijtje is gemaakt met al die verschillende fluorescente eiwitten in verschillende kleuren. Nou, zoals u misschien wel weet,
is in het testament van Alfred Nobel, is er maar plaats voor 3 mensen die een Nobelprijs kunnen krijgen. Dus 1 van deze 4 mensen heeft hem niet gekregen. Dus ik wil even een heel korte quiz doen wie jullie denken dat hem niet heeft gekregen. Dus even hand opsteken. Wie denkt dat meneer Shimamura hem niet heeft gekregen? Wie denkt dat meneer Pressure hem niet heeft gekregen? En wie denkt dat meneer Chelfie hem niet heeft gekregen? En wie meneer Chen? Nou, de meerderheid, denk ik, heeft gestemd voor meneer Chen. Jullie hebben het fout. Uiteindelijk heeft meneer Pressure hem niet gekregen. En op de dag van de bekendmaking werd deze foto gemaakt van meneer Pressure, dat hij bij Bill Penny Toyota aan het werk was. Dan is natuurlijk de vraag, hoe kan dat nou, hè? Iemand die zoveel heeft betekend, zo'n baanbrekend werk heeft gedaan, waarom is hij niet gewoon ergens aan de universiteit gaan werken? Nou, dat heeft te maken met met toeval en geluk. Je moet op de goede tijd, op de goede plek zijn. Maar ook met organisatievermogen. Dus wat meneer Pressure heel goed had gedaan, had hij promotieonderzoek gedaan. Hij had het idee van, nou leuk, hè, die eiwitten van die kwal, daar ga ik aan werken. Nou, daar had hij wat geld voor gekregen. En heeft hij inderdaad in zijn eentje heel leuk werk in het lab gedaan. Maar ja, toen op een gegeven moment was het geld op en had hij niet bedacht van, ja, hoe moet het nu verder? Of misschien had ik dit samen met andere mensen moeten doen. Had hij allemaal niet over nagedacht of hij kon dat niet goed, een van tweeën. Dus hij is op een gegeven moment, nou, via een aantal andere banen, het schoorsteen moet toch roken in House of Pressure, is hij bij Bill Penny geëindigd. Wat hij wel heeft gedaan, heeft uiteindelijk zijn resultaten doorgestuurd naar die Martin Chelfie. Zo van, ja, weet je, ik kan er verder niks mee, maar volgens mij is dit best een goed idee. En die Chelfie is natuurlijk iemand die het wel goed wist te organiseren. Nou, uiteindelijk heeft hij wel hier de credits voor gekregen, ook door de 3 andere winnaars van de Nobelprijs. Is best wel goed terechtgekomen. Maar zo'n voorbeeld van hoe moderne wetenschap niet alleen gaat om alleen maar het goede idee hebben, het gaat ook om meer. Nou, in de 300 jaar na Antonie van Leeuwenhoek is behoorlijk wat gedaan ook aan de beeldvorming om beter te snappen hoe werkt eigenlijk een microscoop. Een belangrijke bijdrage is geleverd door Ernst Abbe. Die zie je hier in zijn monument. Dat staat in Jena in Duitsland, waar hij gewerkt heeft. Hij heeft gewerkt bij Zeiss, een grote microscoopmaker. En hij heeft ontdekt dat je, hoe goed je de lenzen ook maakt, je krijgt het plaatje niet helemaal perfect scherp in die zin. Aan die scherpheid is een ondergrens. Nou, die ondergrens die is dus gegeven door zijn beroemde formule. Dus daarom hebben ze die hier in steen erin gezet. En die ondergrens, dat is dat D'tje. En die is gegeven door, hier staat een lambda, dat gaat over de golflengte van het licht. Dat is het belangrijke stuk. Dus kleiner dan, nou ja, ongeveer die golflengte gedeeld door 2, krijg je hem niet. Nou, dat was een belangrijke ontdekking, want dan kon je tenminste zien, nou ja, wanneer heb je het goed genoeg gedaan. En hij kon ook snappen waarom dat zo was. Nou, waarom is dat nou zo? Hier staat al de golflengte, dat heeft te maken met dat licht zich gedraagt als een golf. Dus net zoals een watergolf. Nou, en dat krijg je niet, net niet helemaal goed. Dus daar hebben we een voorbeeld van. Hier zie je, dit is de strand van Tel Aviv, dus misschien meer geschikt voor vakantie. Maar wat je wel ziet al, van de Middellandse Zee komen watergolven binnen. En hier hebben ze van die grote stenen, om de kust te beschermen, hebben ze neergezet. En wat gebeurt er dan? Die watergolven die van de zee binnenkomen, hier zie je van die enorme grote ringetjes. Als je dat van boven bekijkt, dan zie je het nog een stuk sterker. Dus dit hebben we gewoon van Google Maps gepakt. Maar zelfs daarvan zie je het. Dus die golven, je krijgt hier van die grote bolgolven. En dat gebeurt precies ook met licht. Dus die golven komen binnen en die komen een beetje een hoekje om. En die gaan dan overlappen. En dit stukje, dit interferentie, precies hetzelfde gebeurt met licht ook. Dat kan een beetje een hoekje in, maar dat zorgt ervoor dat je hem net niet goed heel klein krijgt. Nou, de golflengte van licht is natuurlijk uiteraard heel anders dan zoals dat bij water is.
moet je denken aan ongeveer een paar honderd nanometer. Waar een nanometer is ongeveer een miljoenste millimeter. Dus de golflengte, hoe snel dat licht heen en weer gaat trillen. Dus op de lengteschaal ongeveer een tienduizendste van een breedte van een haar. Dus dat is echt heel klein. Maar dat is er wel. En dat zorgt ervoor dat het net niet goed gaat. Maar nu hebben we dit begrepen. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we een aantal andere dingen uitvinden. We willen even kort, ook door de lokale historie, even Frits Zernike noemen. Professor in Groningen. En lokaal bedoel ik Nederland. Hè? Dus, die heeft iets uitgevonden, dat heet fasemicroscopie. Fasecontrastmicroscopie. En dat wordt nog steeds zo gebruikt als toen die het toen bedacht heeft. En die heeft net na de oorlog hiervoor ook een Nobelprijs gekregen. Dan gaan we nu even weer terug naar Soet. Ja, dat brengt ons een stukje dichter bij ons eigen werk en bij een volgende Nobelprijs. Namelijk de Nobelprijs voor de development of super-resolved fluorescence microscopy. Dus Bernd heeft dat verhaal verteld, van, nou, je kunt niet kleiner dan die limiet van Abbe kun je gaan. Wetenschappers hebben dat verteld en geloofd voor genurende meer dan een eeuw. Tot het werk van deze mensen, die hebben laten zien dat je toch kleiner kan kijken. Dus dat er slimmigheden zijn waarmee je nog een stap kleiner kan kijken als die ultieme diffractielimiet van Abbe. En deze mensen, dat zijn Betsy, Hel en Murner. En ik wil ook kort wat vertellen over waarom zij dan die prijs hebben gekregen en hoe dat nou eigenlijk zo is gegaan. Dus in 2014 hebben ze hem gekregen. Nou, wat u hier ziet is een foto van Stefan Hel op de dag dat hij hem kreeg. Was hij hartstikke blij, hè, glas champagne. Maar als je gaat kijken, hij heeft uiteindelijk het eerste wat hij hiervoor bedacht heeft en gepubliceerd. En dat ziet u daar, is uit 1994. En dat is gepubliceerd in een vakblad, Optics Letters. Het zal u niks zeggen, maar het is gewoon een degelijk blad, maar dat is niet zo bijzonder. Er staan heel veel artikelen in en de meeste zijn leuk, interessant voor mensen die in het vak zitten. Maar heel af en toe dus staat er iets in wat gewoon goed genoeg is om een Nobelprijs te winnen. Alleen weet je dat niet als je het de eerste keer leest natuurlijk. Hè? Dat weet je pas achteraf. Maar goed, Hel die heeft hem dus gekregen gewoon eigenlijk voor wetenschappelijke moed. Hij heeft dit gepubliceerd, dit idee, in 1994. En is daarna gewoon gaan werken, steeds meer geld verzamelen, steeds beter organiseren, steeds een stapje beter. En uiteindelijk had hij iets bedacht, hè, met zijn stimulated emission depletion. Ik zal het niet uitleggen, maar dat is de truc waarmee je toch kleiner kan kijken. Nou, kandidaat 2, dat was W.E. Murner. Hij lag hier heel erg blij en Murner was een soort van coryfee in de biofysica van enkele moleculen. Dat is zijn specialiteit. Dus hij heeft eigenlijk helemaal niks gedaan aan die superresolutie. Maar wat hij wel heeft gedaan, is hij heeft een van die fluorescente eiwitten ontdekt die je blijkbaar kon schakelen. Dus als je daar een beetje blauw licht op gooide, dan werd hij als een lichtschakelaar, ging dat fluorescente eiwit werken. En dan kon je, als je ernaar groen licht op gooide, dan kon je hem zien. Maar als je hem in het donker hield, ja, dan bleef het gewoon donker. Dus dan werkt dit niet. Dus die heeft de schakelbaarheid van die fluorescente eiwitten als eerste beschreven en ontdekt. Nou, de derde kandidaat, Betsy, die heeft hem eigenlijk gekregen door dit werk. En dit was echt een revolutionair werk uit 2006. Dus dit is eigenlijk het begin van een grote verspreiding van dat werk van die superresolutie in ons veld. En wij zijn er eigenlijk zelf ook zo ingerold. Nou, hij heeft dit gedaan samen met iemand anders, meneer Hess, hier rechts. En je ziet bij de auteurslijst, hè, een sterretje. These authors contributed equally to this work. Maar ja, toch, hè, Harald die staat een beetje aan de zijkant. En heeft hem toch niet gekregen. Daar is ook nog wel een heel interessant verhaal over te vertellen, over deze twee mensen en over hoe dat nou precies is gegaan. En dat hebben we hier een beetje aan,
weergegeven, hè, hoe ze met z'n tweeën uiteindelijk in science en in Nobelprijscategorieën zijn beland. Nou, deze twee die kennen elkaar van het zogenaamde Bell Labs. Dat is een industrieel onderzoekslaboratorium. Hè, de Nederlandse pendant daarvan was het Philips Natlab. En het Bell Labs, daar zijn fantastische dingen zijn eruit gevonden. Daar hebben we de transistor aan te danken, de CCD-camera. Als jullie iets van programmeren weten, Unix en de C-taal komt daar vandaan. En die mensen hebben daar in totaal iets van 7 Nobelprijzen verzameld. En heel veel technologie ontwikkeld in de tweede helft van de 20e eeuw, waar we nu nog heel veel aan hebben. Goed, daar hebben ze op een gegeven moment, was dat een beetje in verval aan het raken in de jaren 90. En Betsy die dacht van, nou weet je, ik vind het allemaal mooi geweest. Ik ga terug naar het familiebedrijf in Michigan van mijn vader. En ga ik lekker machine, allerlei onderdelen werken voor de auto-industrie in Michigan. Dus die was vertrokken. Nou, Harald die is ook via een aantal baantjes, een beetje vergelijkbaar met die Douglas Pressure, uiteindelijk in de harddisk-industrie beland. En ergens eerste jaren van deze eeuw dachten ze van, nou, misschien is het toch wel leuk om een keertje echt wat nieuws te bedenken en echt iets nieuws te gaan doen. Dus ze hadden gehoord van die schakelbare fluorescente eiwitten. Daar is hun truc op gebaseerd. En ze hadden nog wat spaargeld. Dus wat ze hebben gedaan, is hebben gewoon in de woonkamer van Harald hebben ze een optische setup gebouwd. Computer in de keuken daarachter, kun je ook nog zien. De stijl van het meubilair wil ik me verder niet uitlaten. Kunt u eigen conclusies trekken. Maar in ieder geval, ze hebben in hun huiskamer de eerste proeven gedaan met hun nieuwe truc. Nou, uiteindelijk zijn ze toen weer terug de wetenschap in kunnen gaan. En hebben ze hun doorbraak gehad. Nou, hartstikke mooi verhaal. Nou, waarom dan wel Betsy en niet Hess? Volgens het Nobelprijscomité heeft dat ook weer met zo'n een conceptueel paper in dat Optics Letters, halverwege jaren 90 te maken. Nou, hier lopen de meningen over uiteen. Ik vind het terecht dat dit paper ook erkend wordt. Andere mensen vinden het complete flauwekul, zoals Bernd bijvoorbeeld. Maar goed, ik wil eigenlijk Bernd ook nog vragen. Toen dit gebeurde in 2006, ik zelf werkte toen bij het Philips Natlab, maar Bernd was toen postdoc in Göttingen, werkzaam binnen de microscopie. Een verdieping onder Stefan Hel. Dus eigenlijk, Bernd, waarom heb jij hem eigenlijk niet gewonnen? Vertel eens. Dat is uiteraard een goede vraag. Ik was er dichtbij. Misschien dichterbij dan ik zelf door had. We hebben namelijk in 2005... Dus hier ziet u mijn naam, samen met wat andere mensen die allemaal werkten, één verdieping onder die Stefan Hel. In 2005 hebben we een artikel gepubliceerd. Nou ja, als je even kijkt naar de titel hierbovenin. Dus ik zal even die groene dingen laten zien. Superresolutie bij lokalisatie. Klinkt precies als wat die mensen ook hebben gedaan. We hebben iets gedaan met fluorophoren, of met die eiwitten die je kan schakelen, die aan en uit gaan. We hebben iets gedaan dat je heel veel beter kan kijken dan wat Abbe had voorspeld. En we hadden ook al een beetje door wat de truc was. Wel eerder, maar hoezo hebben we hem toch niet gekregen? Uiteraard hebben we iets fout gedaan. Het fout wat daar staat, dat staat hier in een heel ingewikkeld woord. En dat zit hem in dit ding, dat heet een quantum dot. Dus we hebben niet die schakelbare eiwitten gebruikt, maar een soort van een kleine halfgeleider die ook licht gaf, maar niet op de juiste manier. Nou, het sneuwe van het verhaal was, mijn damalige baas, Tom Jovin, die heeft dat andere paper, wat we net hebben laten zien van Harald Hess en Betsy, heeft dat gekregen voor peer review. Okay, dus dat betekent, hij kijkt daarna om te zeggen, nou, is dat wel degelijk? Toen lezen wij dat door, denk ik, godverdomme, echt, wat zijn wij, ja, wat zijn wij voor idioten geweest? Ja. Want het enige wat wij misten was dus dit rode. Dus we hebben hier het verkeerde gedaan. Okay? Dan kan je denken, ja, oké, het was erg, want jullie hadden niet de beschikking over de kennis hierover. Dat was helemaal niet waar. We hadden dezelfde fluorescerende schakelbare proteïne in het lab. Die hebben we ook gebruikt. Maar voor je taal is anders. Dus wat is hier van het moraal van het verhaal? Het komt eigenlijk terug op het voetbalgezegde.
Ja, dat is het. Het is bizar voor woorden. Goed, in ieder geval, dat heeft ons geleerd. Dat ook heb je die dingen. Je moet wel een beetje een open blik houden van wat er wel of niet kan. En dat hebben we niet gehad. Of tenminste niet voldoende in dit geval. Zo. Ja. Dat was het. Nou, we hebben in ieder geval wel een fantastische anekdote aan overgehouden natuurlijk. Het heeft ons ook niet. Het heeft Bernd niet ontmoedigd om toch in dit veld ook gewoon zelf stappen te zetten. En, nou, het gaat ons best goed af. Hè. Nobelprijs, dat zit er echt niet in voor ons. Hoeft ook niet. Maar we hebben er veel plezier mee. Wat ik nu wil doen is even kort vertellen van wat is nu eigenlijk die truc die we gebruiken? Hoe werkt dit nu eigenlijk? Nou, wat je in deze plaatjes ziet, hè, is dat we, als je zeg maar een plaatje maakt van één enkel molecuul. Hè, een molecuul is ongeveer 1000 keer kleiner dan de golflengte van licht. Dus zelfs als je met al dat gedoe van Abbe mee rekening houdt, is dat gewoon een punt. Dat zendt licht uit. En als je daar een plaatje van maakt op zo'n heel gevoelige camera, dan kun je gewoon één enkel molecuul zien. Dan zie je een vlekje. Nou, dat vlekje is best wel ruizig. Hè? Dus ja, je ziet wel, er is een vlekje. Maar ja, je kunt, als je heel slim bent, kun je eigenlijk zien van, nou, waar is nou eigenlijk het middelpunt van het vlekje? Want als je het middelpunt van het vlekje kan zien, dan weet je ongeveer waar dat molecuul had moeten zitten. Hè? Met een zekere onzekerheidsmarge. Hè? Dus om dat te doen, moet je dus die heel gevoelige beelden van enkele moleculen kunnen meten. En je moet met je computer zo goed mogelijk kunnen uitrekenen en zo snel mogelijk waar is nou dat middelpunt van dat vlekje. Nou, hoe kun je daar nou een beeld mee opbouwen? Daar hebben we een kleine animatie voor bedacht. Links ziet onze researchgroep bij een conferentiebezoek in Parijs afgelopen zomer. Als ik weer een keertje in Parijs bent, kijk dan naar de lichtjes op de Eiffeltoren. Want wat daar gebeurt, is eigenlijk het volgende. Ja, als je één lampje hebt, één molecuul, dan heb je één vlekje. Nou, hartstikke mooi. Meestal, in een gewone opname, zenden al die moleculen tegelijkertijd licht uit. Dus heb je een hele hoop overlappende vlekjes. En dan krijg je een heel erg blurry plaatje van de Eiffeltoren. Nou, als je die lampjes nou omste beurten kan aan- en uitschakelen, zoals jullie rechtsboven zien. Dan zie je een soort van knipperende sterrenhemel. En met je computer kun je dan al die vlekjes uitknippen en een kruisje zetten op waar het midden van het vlekje was. Dat was dus kennelijk waar het molecuul aanwezig was, wat de positie was. Zoals ik die dan weer op de Eiffeltoren ga plakken. En ik laat dit proces lang genoeg draaien, dat op een gegeven moment alle lampjes wel minstens één keer aan en uit zijn gegaan. Dan heb ik uiteindelijk een plaatje gemaakt van heel de Eiffeltoren, die veel scherper was dan als al die moleculen tegelijkertijd aan waren. Ja, dus de essentie is het gebruik van tijd als extra parameter, waarin dingen kunnen veranderen, waar je dus signalen uit kunt oppikken die je niet had kunnen oppikken als het als ze tegelijkertijd aan waren. Nou, dit is de essentie van de truc. Dit is de truc die Bernd met zijn collega's dus bijna helemaal heeft uitgevonden, maar net niet helemaal. Maar Harold Hess en Erik Betsy dus wel. Nou, we willen nu ook kort wat vertellen over wat we hier nu zelf eigenlijk aan doen. En dan geef ik hier het woord aan Bernd. Ja, toen die uiteindelijk bij de die W.E. Myrna, toen hij de toespraak hield in Stockholm bij de Nobelprijs, had hij wel ons paper kort even aangehaald, maar uiteraard op gewezen wat we niet goed hadden gedaan. Hè? Zo gaat het ook. Nou, wat doen we zelf? Hierachter ziet het eigenlijk, als je naar die plaatjes kijkt met die groene vlekjes, dit is een groot probleem, want die fluorescerende eiwitten, als we die nu proberen te hechten aan die interessante stukken in de cel, ja, dat lukt eigenlijk net niet zo heel goed. Dus je mist een heel groot stuk. Dus vaak is het maar zo dat je ongeveer de helft van wat je eigenlijk wil zien, ziet. Dus je hebt heel veel
informatie die ontbreekt. Nou, een van de manieren om dit te voorkomen is als je in een cel vaak hetzelfde kan bekijken, maar iedere keer de andere 50%. Stel je voor, je hebt een puzzel, maar je hebt heel veel kopieën van de puzzel en in ieder puzzel op zich mist ongeveer de helft van alle puzzelstukjes. Ja, dan zie je bij ieder stukje net niks. Maar als je informatie bij elkaar haalt, dan kan je wel wat zien. Nou, dit hebben we geprobeerd hier te laten zien. En daar heb ik ook een voorbeeld van. Dus hier zie je zo'n opname gemaakt met die truc van Betsy. En wat we hebben opgenomen, dat is een heel klein Theo Delft logootje. Dat zie je hier. Dat is een T. Hier zie je de vlammetje op de Theo Delft. Een U en een D. En dat is gemaakt met de techniek, dat heet DNA origami. Dat is origami, hè, want je kan de DNA heel goed vouwen. Dus dit kan je designen. Dan kan je gewoon die DNA zo vouwen dat precies dit geeft. Dat hebben we opgenomen. Nou, dan zie je heel veel van die logotjes. Ja, maar het is eigenlijk net niet goed. En dit is zo'n echt roel blaadje. Nou, je moet je ook zien, dit stukje, dit wat je hier ziet, dit is al veel kleiner dan dat vlekje wat je eigenlijk kan scherp maken volgens die Abbe-regel. Dit is al kleiner dan de golflengte van het licht. Dus één zo'n stipje is de breedte van een DNA-streng. Dus dan heb je het over 2,5 nanometer. Waar een nanometer een miljoenste van een millimeter was. Nou, de truc was nu om heel veel van die verschillende dingen over elkaar heen te leggen. Als we nu de informatie van al die dingen bij elkaar brengen, dan krijg je dat Theo Delft logo wel heel scherp. Dus zij ziet nu, nou ja, deze enkele dotjes. Dat zijn die verschillende plekken waar die DNA aan hecht. En je kan dus een afstand onderscheiden hier op de ordegrootte van een paar nanometer. Dus dat is veel beter dan wat je kon vroeger met een stukje volgens Abbe. En ook veel beter dan wat je met één enkel plaatje kan. Dus hier zie je ook weer een stukje optica gecombineerd met berekeningen op de computer. Nou, dan hebben we nog een voorbeeld in een niet. Dit was een soort van een spielerij uiteraard. Hiervoor hebben we wel met een samenwerkingspartner in Duitsland. Die moesten we overhalen dat hij het logo van onze universiteit maakt. En niet het logo, want hij had eerst het logo van zijn eigen universiteit gemaakt. Maar dan zeiden we, ja, dat is misschien niet zo goed. Want ja, je weet wel, we hebben ook een baas en die wil graag dat we het uiteraard. Goed, na een beetje gepraat heeft hij ook het logo van onze van de Theo Delft gemaakt. Even tussendoor, die is dus uiteindelijk in het uiteindelijke publicatie terechtgekomen. Ja, soms gaat het dus ook om de organiseren van de wetenschap. Dit is een voorbeeld uit een stukje echte biologie. Dit wat je hier ziet, is dat heet de nuclear pore complex. Dus iedere cel heeft een celkern en in de celkern is al de DNA opgesloten. Dus de informatie van, nou ja, hoe wij er zijn. En om nou met die informatie op die DNA iets te kunnen, moet die uit die celkern naar buiten worden gebracht en dan worden eiwitten aangemaakt. Nou ja, dan kan de cel dingen doen. Die celkern die is, nou ja, kan je voorstellen als een soort van een grote zak. En die is, daar kunnen ze niet zo goed doorheen. Dus daar zijn er gaten in. Iedere cel heeft er 1000. En dat is de nuclear pore complex, een soort van grote gat. Nou, en dan zie je hier in het midden, dit is dan het gat. En dan moet je denken, nou, waar loopt dat doorheen? Daar hebben we in 3D een opname van kunnen maken. En dan zie je bijvoorbeeld heel mooi dat dat een driedimensionaal stuk is, dat het achtvoudig symmetrisch is. En ook deze tunnel, waar dus de naar binnen en naar buiten gaat, die is maar op de orde grootte van een fractie van de golflengte. Nou, dit is een beetje van wat we nu kunnen doen met imaging. Nu is de taak weer aan Sjoerd. Ja, dan willen we tot slot ook nog iets vertellen van hoe werkt dat nu eigenlijk in de wetenschap? Hè? En Bernd vertelde al iets over samenwerkingspartners.
En we hebben een aantal voorbeelden gehad van mensen die de hoogste treden hebben behaald en mensen die dat net niet hebben gehaald en hoe andere dingen dan het goede idee daar een rol bij spelen. Nou, wat erg van belang is tegenwoordig, als wetenschapper moet je echt ontzettend veel kunnen. Dus je hebt een team van jonge wetenschappers aan te sturen die uit alle windstreken komen. Daar moet je samen wetenschap mee doen. Je moet het verhaal nog aan vakgenoten op conferenties goed kunnen vertellen. En ook in papers die je opschrijft moet je ook dat goed kunnen communiceren. Je moet natuurlijk ook je onderwijs doen. En de bachelor- en masterstudenten moet je bij je onderzoek kunnen betrekken. En de universiteit is ook een heel groot, log bureaucratisch geheel. No offense, Rob, maar is toch echt zo. Daar moet je ook goed je weg in kunnen vinden. Dus het is heel zinvol om dat met een groter verband aan mensen te doen. Dat je niet alles maar zelf hoeft te doen, maar dat je in de loop van de tijd of tussen verschillende mensen dat je aan taakverdeling kan doen. Nou, dat is ook de reden dat we hier met z'n tweeën staan. Omdat wij dat met z'n tweeën best goed op orde hebben. In ieder geval die samenwerking die is goed op orde. Bedankt. Wat je niet moet vergeten, de wetenschap is tegenwoordig echt een samenwerking tussen verschillende velden. En iedere wetenschapper is echt een superspecialist. Dus ook ben je misschien hoogleraar in de natuurkunde. Van natuurkunde snap je maar een heel klein stukje echt heel goed. Dus al die andere stukjes, daar snap je wel wat van. Maar die specialisatie is ontzettend doorgevoerd. Dus dat één persoon heel veel over het hele wetenschapsveld kan overzien, dat is echt totaal onmogelijk. Dus die samenwerking is gedreven omdat de stukken zo complex zijn vooral. Dus dat moet je niet vergeten. Dus zelfs tussen Soet en mij, ieder van ons heeft er net weer iets anders, waar hij iets van mee weet. Dat is echt belangrijk, want als je dus geen goed team kan bouwen, waar iedereen zijn eigen superspecialisatie in heeft, maar toch goed kan samenwerken, dan kom je echt niet verder. Dus dat is noodzakelijk om als team succesvol te zijn. Nou, een ander ding waar je tegenwoordig ook heel veel over hoort en wat ook superbelangrijk is in moderne wetenschap, dat is open science, open wetenschap. Dus dat heeft alles te maken met die ontzettende complexiteit en specialisatie van de wetenschap van nu. Als je daarin verder wilt komen, dan moet je dus ook kunnen voortbouwen op het werk van andere mensen. Een reproduceerbaarheid van wetenschap is een stuk ingewikkelder geworden dan dat het vroeger was. Nou, daarvoor is open wetenschap is daar heel belangrijk in. En open wetenschap, dat heeft eigenlijk de drie belangrijkste pijlers ervan, is dat je je data beschikbaar stelt. Dat je ruwe data gewoon op een database zet, dat andere mensen er wat mee kunnen. Dat die computeralgoritme, dat je die ook zeg maar openzet. Dat andere mensen die gewoon kunnen downloaden en zelf kunnen proberen om na te doen wat jij hebt gedaan en daar nog weer wat slimmers van te maken. En ook open access. Dus wij publiceren in vakbladen. Parasitaire firma's zoals Elseviers, die hadden al die papers achter een paywall zitten. Dan moest je geabonneerd zijn en elk jaar gingen de prijzen omhoog. Nou, vreselijk veel geld, vreselijk veel publiek geld moest eraan betaald worden. Nou, de mensen zijn natuurlijk zo slim dat ze natuurlijk nog steeds heel veel geld verdienen. Ja, maar nu moet je geld betalen om een artikel te plaatsen. Maar dan is het artikel in ieder geval wel beschikbaar voor iedereen in heel de wereld. Kun je het gewoon downloaden. Dus dat zijn dingen hoe de wetenschap anno nu werkt. Nou, we willen ook nog heel wat vertellen over zeg maar moderne grote ontwikkelingen in de wetenschap. En daarvoor willen we. Ladies and gentlemen, if only I had been born in the 21st century, I could now be a student at TU Delft. I would be welcomed into academia, like all scientific minds. Now I would have shared my work, open access for all. My entrepreneurship going strong as ever. And all the topics I could have accessed and researched. Artificial intelligence, sustainable energy, cultured meat, personalized medicine,
How I wish I could be part of that still. Oh, I could have starred with the Alpha Fold. I guess now it's your turn. Nou, misschien aan de grijsheid van het publiek is misschien niet uw beurt, maar, maar toch zeker wel dat van uw kinderen en kleinkinderen. Nou, een paar ontwikkelingen gaan we nu heel kort het over vertellen en dan is het mooi geweest voor vandaag. Nou, u heeft zeker gehoord van artificial intelligence. Een van de bekendste dingen in de media is nu de ChatGPT. Dat is een software die kan tekstjes verzinnen. Maar ook in de wetenschap is dat echt een belangrijk punt. En een van de belangrijkste voorbeelden, denken we, dat heet de AlphaFold. Dat is wat je hier ziet. Dat is een predictie van hoe zien de eiwitten eruit. Nou, wat er in tientallen jaren door heel veel wetenschappers is samengesteld, dat is echt maar een heel kleine fractie van alle bekende proteïne, want daar zijn er echt heel veel van. Nu is het door dat programma, zijn die bekende structuren bekeken, die zijn geleerd en hebben toegepast op de structuren van eiwitten die onbekend waren. Nou, en opeens is dat soort van, nou ja, dat kleine stukje wat hier in paars is, dat waren de bekende. En dan dat blauwe is wat we nu weten. Hoe zie je hoeveel dat programma heeft toegevoegd? Dit is gefinancierd door, niet door publiek geld, zoals je zou misschien vermoeden, maar gewoon door Google. Want ja, die hadden te veel en die wisten niet wat ze moesten doen. Dus dat is een mooi voorbeeld van wat artificial intelligence echt kan toevoegen in een wetenschappelijk stukje. Nou, een ander ding heeft ook te maken met wat er nou eigenlijk op de nanoschaal gebeurt. Hè? Dus wij zijn technologen, we hebben niet echt verstand van dingen waar we naar kijken. Nou, dat zijn natuurlijk wel bijvoorbeeld mensen in het Erasmus of in Leiden. Hè, die weten wel waar ze mee bezig zijn en waar ze in geïnteresseerd zijn. Is namelijk, wat gebeurt er nou op dat moleculaire gebied als mensen ziek worden? Hoe werkt dat nu eigenlijk en wat zou je eraan kunnen doen? Nou, en dan blijkt dat ziektes als kanker, dat die eigenlijk heel erg individueel zijn en ontelbaar veel subvarianten plaatsvinden. Als je dat allemaal in kaart kan brengen, kun je de behandeling daar ook veel beter op afstemmen. Hè? Dat is het vakgebied van personalized medicine. En dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk waar veel van verwacht wordt. Waar verwachten dat in de toekomst ook echt een doorbraak is? Als je denkt aan de biotechnologie, als je beter begrijpt hoe je kweekvlees kan maken. Dus dat je in plaats van dat je koeien hebt. Omdat al die mensen, stel die willen allemaal vlees gaan eten. Hoe kunnen we dat op een andere manier maken? Dusdanig dat dat minder energie verbruikt, minder water, minder methaan produceert. Nou, dan denk je toch echt dat kweekvlees, als je dat beter begrijpt hoe je dat kan maken, kan je gewoon in een reactor, zonder al de nadeligheden van vlees, toch voedsel produceren. Misschien voor meer mensen op een manier die wat beter is voor het milieu. En misschien ook goed voor de prijs. Dus dan zie je hier de kweekburger helemaal aan de linkerkant. Nou, wat is dan tot slot, wat is ons eigen stukje van de puzzel? Nou, we hebben heel kort wat verteld over dat TU Delft logo. Meer kunnen we, hebben we ook niet de ruimte om uit te leggen over ons eigen werk. Wat denk ik wel nog interessant is om te laten zien, hè, dat zeg maar teamverbanden en grotere clubs van mensen die aan iets werken, dat het ook echt wel grote groepen mensen zijn. He, dus wij doen ons onderzoek. He, nou, hier ziet u ons dan. We hebben onszelf natuurlijk een beetje in het midden gezet. Nou, dit zijn een hele hoop TU Delft collega's. Die soortgelijke dingen, maar net een andere specialisatie hebben. Maar wel aan ons gerelateerd. En waar we dus ook gewoon mee samenwerken. Nou, we doen dat ook. En dat wordt ook gestimuleerd door de overheid. Samen met bedrijven in Nederland. En dus ook nog met collega's van andere universiteiten in Nederland. En heel in het bijzonder hebben we ook banden met het Erasmus Ziekenhuis. En daar zit natuurlijk ook een hele poot wetenschappelijk onderzoek. En ook daar is een grote club aan mensen.
waar wij partnerschappen mee hebben en waar we gegevens uitwisselen en nieuwe technologieën mee proberen te ontwikkelen. Dus om je een idee te geven van de grote schaal van hoe wetenschap nu gebeurt. Wat zouden we nu... We zijn zo klaar, het komt tot het laatste slide. We gaan even... Wat zouden we nu doen als het universiteitsbestuur zegt... Nou, oké, goed idee jongens. We geven jullie zoveel geld als je maar wilt. Zoveel geld als we willen, dat moet je denken aan de orde tussen de 10 en de 50 miljoen. Dus dat is echt geld. Dus weet je het ongeveer. Wat zouden we dan gaan doen? Dus we zouden een soort van een Google Maps maken, maar dan niet voor de mens in generiek, maar gewoon voor ieder individueel. En dat op ieder lengtestraal dat je kan inzoomen, wat je kan kijken. Hoe gaat het nou met jou? Wat zit je? Hoe zie je eruit? Waar ben je? Als je dit van iedereen kan maken met al die imaging modaliteiten, dat je gewoon doorheen kan scrollen. Hoe zit het nou? Het zou natuurlijk voor de arts fantastisch zijn om al te doen dit voor een generiek mens te hebben, maar dit nou op ieder lengteschaal, tot uiteindelijk tot de kleinste proteïne voor iedereen zelf. En hiermee zijn we aan het einde gekomen. Ja, hartelijk dank, heer. Ik begrijp dat dit een duur ochtendje aan het worden is. Ik zal mijn spaarpot omdraaien en kijken hoe ver we komen. Er is gelegenheid tot het stellen van nog een aantal vragen. Wie mag ik het woord geven tot het stellen van een vraag? Gaat u aan. Een opmerking over open access. Ik ben een oude Elsmier medewerker. In mijn tijd van mijn collega Wilma van Wezenbeek, die is naar Delft gegaan, naar de universiteit. Zij heeft een heel belangrijke rol gespeeld in die open access. Dat wil ik nog even doen. Ja. Dank u wel voor de aanvulling. Ik chargeer uiteraard ter vermaak. Dat begrijp ik had ook moeite om de tong te bijten om hier niet op deze twee collega's in te gaan. Hoor. Ga de gang. Hoi, mijn naam is Bielo. Les gehad van de echt interessant. Maar altijd wat mij net irriteert is dat discretisatie altijd vierkant zijn. Terwijl als je naar de biologie kijkt, dan heb je een dat is hexagonaal. En ook als je naar de wiskunde kijkt, zie je dat hexagonale discretisatie eigenlijk veel meer informatie levert over het bekijken van een plaatje. Dus ik vraag me af waar wachten we nog op dat we daar een verbeterde technologie kunnen, dat we bijvoorbeeld CCD's hexagonaal kunnen maken en ook de algoritmes kunnen gebruiken om nog meer informatie uit het plaatje te halen. Ik pak even de vraag op, want er wordt een opname gemaakt en ze kunnen jou slecht horen. Waarom gebruiken we CCD-kamers en computersimulaties met een vierkant grid in plaats van een hexagonaal? Want de biologie is hexagonaler dan vierkant. Nou, ik kan er wel over zeggen. Dus er is wel wat geprobeerd met hexagonale grids. Maar waarom is het in het begin niet gedaan? Dat komt vooral de technologische kant. Omdat die camera's hebben vierkante pixels. Nou, dat hebben ze gemaakt. Voor een aantal toepassingen is het inderdaad handiger om die hexagonaal te maken. Want dan heb je bijvoorbeeld de afstand tot de burige pixel is dan net wat beter. Ik zie daar weinig vooruitgang in de technologie. Wel in technieken waar je niet gebonden bent aan aan zo'n grid. Hè, waar je vaste afstand hebt. Bijvoorbeeld als je denkt naar het imagen in kernspin. Daar worden nu heel andere paden voor gevolgd dan überhaupt een raster af te pakken. Want idee dat je alle pixels moet gaan pakken, dat blijkt toch niet echt per se nodig. Het kost heel veel tijd vaak. Dus ik denk dat daar wel... Ik verwacht dat daar meer te halen is om slim te kijken wat moet ik gaan pakken in plaats van te gaan of moet je het hexagonaal of vierkant doen. Andere vragen? Ga de gang, achterin. Ja, voor de mensen thuis, de vraag gaat over het delen van data met de hele wereld, open data, en of dat wel aan beide kanten van de verschillende geopolitieke deel van de wereld hetzelfde is. Misschien kan ik daar
als eerste op reflecteren. Dat is de reden waarom mensen zoals ik een baan hebben. Dit is super complex. Dat houden wij in letterlijke zin een beetje bij onze wetenschappers weg. En dat pakken we op het niveau van de universiteit. Uiteraard in dialoog met hun. Maar om te zorgen dat ze ook nog hun wetenschappelijk werk kunnen doen, ja, heb ik een klein beetje bestaansrecht. Jullie reactie. Ja, ik kan er misschien ook nog iets aan toevoegen, hoor. Ik denk dat dat is uiteraard ligt het genuanceerder dan alles maar op internet zetten. Het hangt er vanaf wat is nou precies het doel hiervan. Ja, en het doel hiervan is denk ik reproduceerbaarheid en op kunnen voortbouwen van het werk wat jij doet. Wetenschap is nou een keer een internationaal bedrijf wat zich, zeker op fundamentele wetenschap, trekt dat zich niet zo heel veel aan van geopolitieke grenzen. En dat was ten tijde van de Koude Oorlog ook al zo. En dat zal de komende jaren met China ook niet zo zijn. Wat denk ik niet wegneemt dat met hoe dicht je tot belangrijke geopolitiek relevante strategische technologieën komt. Dan wordt het vaak een heel ander verhaal. Dat was zo en dat zal denk ik ook zo blijven. Vooraan. Misschien mag ik hier een kleine bijdrage. Ik ben een voorganger van Rob aan de universiteit, zoals sommigen van jullie weten. En ik ben op dit moment bezig met wat we noemen FAIR Data in een organisatie in Europa, de European Open Science Cloud. En FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. En daar liggen 15 principes onder. Vindbaar, ik zeg het even simpel, toegankelijk voor diegenen die toegang hebben. En de minste toegang kan de onderzoeker zelf zijn, of de onderzoeksgroep, of het land, of een andere deelverzameling. Dus het is niet zo dat data open moeten zijn, data moeten fair zijn. En dat betekent dat ook de metadata goed beschikbaar moeten zijn. En dat betekent dus ook niet dat die data voor de hele wereld toegankelijk zijn. Er is een belangrijk verschil tussen open data en fair data. Waar we aan werken is een systeem wereldwijd om de data fair te maken. Daar valt heel veel meer over te schrijven. En wij hebben een groep collega's in Delft van de universiteit die over dit soort dingen nadenkt, kun je advies aanvragen. We zijn, dat is wel belangrijk mensen, we zijn voorbij de naïviteit dat we alles opengooien. Geopolitiek heeft ons harde lessen geleerd, althans buurlanden van ons hebben harde lessen geleerd dat het niet op dezelfde manier kan. Dus wij kijken daar scherp naar. En mijn enige trots kan ik toch wel melden dat Delft in Nederland wel voorop loopt met daar goed naar kijken. Hoort ook wel bij Technische Universiteit. Wij hebben spul in handen en doen onderzoek naar zaken die dichter op toepassingen zitten. Dus dat zijn we ook aan onze stand verplicht. Maar ik ben er wel een beetje trots op. Laatste vraag, mensen, voordat we de... Ga de gang. Ik heb een vraag. Bedankt voor de duidelijke en presentatie. Ik heb een vraag over de richting van Leeuwen. Want de stap waardoor we in staat worden zijn om beter de celkern te studeren, is een proefkaan microscopie geweest. En de proefkaan microscopie herkennen gaat van de microscopie van Leeuwen tot Tamus is gemist. Is er een verklaring voor? Oh, dat heeft helemaal gelijk, hè? Een confocale microscoop is een belangrijke ontwikkeling. Maar ja, weet je, volgens mij staan we al veel te lang te ouwe hoeren hier. Dus we moesten toch, een paar dingen moesten we eruit halen. Ja. Goed mensen, dat brengt ons aan het eind van weer een prachtige lezing. Ik heb zomaar het gevoel dat omdat deze twee heren maar de helft van de tijd hebben gekregen, dat ik ze nog een keer ga uitnodigen om die andere helft ook aan ze te geven. Dus, we gaan er zeker nog een confocale willen. Niet onbelangrijk. Wij delen aan iedereen die de Van Leeuwenhoek lezing gedaan heeft een kleinoot uit. En dit past eigenlijk heel goed bij jullie en bij jullie verhaal. Omdat het klein is? Ik heb ook eentje voor jou. Nee, niet omdat het klein is. Dan moet je hem openmaken en eruit halen. Kijk eens. Je kunt het misschien niet zien, maar het is een hologram replica van de microscoop van Leeuwenhoek. In echt hartstikke glas mooi. En ik heb hier ook twee flessen wijn samen, dat doen we zo meteen. Dank u wel, dames en heren. Ik wens u allen een fijne zondag. Wij kondigen binnenkort hopelijk de volgende lezing aan, ergens in mei. Tot ziens allemaal.